no mosque here. Geert heeft gesproken, maar wel een beetje laf. No mosque here. Zwakke kreet. Gematigd. Geert was met zijn gedachten bij Den Haag en niet bij Ground Zero. VVD-leider Mark Rutte had al gezegd dat hij zich geen zorgen maakte over de toespraak van Geert Wilders in New York. Daar zijn in juli keiharde afspraken over gemaakt. VVD en CDA denken fundamenteel totaal anders over de islam dan Geert. En trouwens, je moet daar een beetje ontspannen mee omgaan. Aldus Mark Rutte. De VVD en het CDA zullen keihard afstand nemen van te harde bewoordingen van Geert Wilders, zei Mark Rutte. Maar hij zei er niet bij dat hij totaal ontspannen is. Want diep van binnen denkt Mark Rutte en Maxime Verhagen precies hetzelfde over de islam als Geert Wilders. Alleen, ze zeggen het niet. Het CDA is het fundamenteel ook eens met Geert Wilders, maar om een andere reden dan de VVD. Ze nemen het niet zuiver en bijna ontroerend op voor de godsdienstvrijheid van de islam, maar om de godsdienstvrijheid van de christenen. Wat zouden Maxime Verhagen en Mark Rutte eigenlijk bedoelen met te ver gaan? Wat zou Geert Wilders moeten zeggen, willen zij in de komende maanden als regeringspartij hard tegen hard dus in de pen klimmen tegen Geert Wilders? En wat zou hij moeten zeggen? Bedenkt u zelf die verschrikkelijke belediging voor de islam? Dan geef ik nu het antwoord van de regeringspartijen in de komende maanden. Je moet er een beetje ontspannen mee omgaan en gaat over tot de orde van de dag. Ze zijn er aan het heien, zeg. No mosque here!